RTL 4 Nieuws met Leo de Later. Goedenavond. De leeuw van Panjshir, ofwel de Afghaanse verzetsleider Ahmad Massoud, staat voor de poorten van Kabul. En ondanks bemiddelingspogingen van de huidige machthebbers in Afghanistan lijkt hij niet bereid tot onderhandelingen. Sinds het vertrek van president Najibullah wint het verzet steeds meer terrein. De situatie in Afghanistan is uiterst gespannen. In de hoofdstad Kabul wemelt het van de militairen die elke auto op wapens controleren. En dan was er in de Eredivisie vanavond nog een wedstrijd. MVV speelde op eigen terrein met 3-3 gelijk tegen FC Groningen. En dan kijken we naar ander nieuws van vandaag. Een opgetogen NOS-voorzitter De Jong...